Nou, ik heb mijn freesmachine, een oude Makita, op een blad gemonteerd. En dat blad met Trespa afgewerkt aan de bovenkant. En heb ik twee van die bindjes hieronder gemaakt. Zodat het in de workmate, in twee workmates, ingeklemd kunnen worden. Dan heb je een aardige freestafel. En nou ben ik er klaar mee. En dan wil ik hem opbergen. En de frees, die grote frees, die laat ik erin zitten. Want die heb ik in de toekomst het meeste nodig met deze machine. Nou, haal ik hem uit die twee workmates. En dan zit ik vervolgens met een snoer. Kijk, dat heb ik met mijn Vestool cirkelzaagje heb ik dat ook. En dan wil ik ook iets op verzinnen. Ik denk, nou wil ik... Dan kan je met klittenband... Kan je dat bij elkaar houden? Dat is wel een oplossing. Zo, dan kan je dat zo bij elkaar houden, maar dan hangt het nog los. Ik denk toch dat ik hier in het midden, daar heb ik geen last van, een klos maak met een uitsteekseltje. Zo'n soort koeienhoorn, noem ik dat dan maar. En dan kan je hem omheen winden. En dan wil ik het zo maken dat ik... Of in dat blad, of in zo'n bindje, dat dit stickertje zo in kan stoppen. Ik boor daar twee gaatjes op, alsof het een stopcontact is. Dan, of ik doe op dat klosje ook. Dan zit het het dichtst erbij. Dan draai ik het eromheen. Zo, taks, 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 zit daar vast. En dan als laatste, dat hij er niet weer losschiet... Dan heb je twee gaatjes en dan doe je dat erin. Nou, ik kan een klosje nemen van ongeveer zo'n 15 centimeter. Dan heb ik ongeveer 10 centimeter om hem heen te draaien. En niet te smal, want dan ga je hem heel, die bocht klein maken in dat snoer. Dat lijkt me niet zo goed voor het snoer. Dus als je een beetje een breed plankje hebt, je zou multiplex kunnen nemen... En daar een klosje onder, dat je dus een ruimte krijgt waar je omheen draait. Dan zit dat... Ja, dat kan, hè. Ik heb hier nog wel een klein stukje. Dus een mooi afvalstukje. En ik maak hier een klosje wat net een paar centimeter kleiner is. Ik maak een beetje ronde hoeken eraan. Even kijken, en het klosje wat eronder komt... Dat is, ja, vind ik toch dat ietsje hoger moet komen dan die dikte van dat. Ik denk aan een klosje van een centimeter of drie. Ik denk dat ik zoiets, want die moet er ook een beetje omheen kunnen draaien. Het kan ook langs de kant een beetje. Dit hoeft niet zo dicht bij die machine, want daar moet je straks ook weer je handen naartoe kunnen. Dus ik denk dat dat... Even potloodje. Ik ga dit. En dan gebruik ik dit. Mijn afkortzaag staat hier. Dus huppakee. Gemak dient de mens. Ik heb hier een klosje onder. Die ietsje kleiner is. Maar ik moet natuurlijk wel straks hier op kunnen schroeven. En aan de andere kant is een Trespa plaatje. Kan ik niet zomaar naar boven schroeven. Dus ik moet dat ding moet ik hier opkrijgen. Met een schroef er doorheen. En dan schroef ik die weer op. En ik wil dit ook een beetje rond maken. Dus als ik dit nou... Zo. Een beetje gokken. Zoiets. En dan... Zo'n klosje. En dit is breed zat. Ik kan hem ook plat leggen natuurlijk. Zo. Ja. Dan doe ik het plat. En dan maak ik allemaal ronde hoeken aan. En dan gaan we het aan elkaar schroeven. En dan moet dit zo erop komen. En hier in het midden heb ik er geen last van. Niet te dicht bij de machine. En dan kan hier in het midden
zo twee gaatjes. Als ik het nou hier doe, ik kom zo aan. Bijvoorbeeld kom ik zo dit. Is dat dan zo handig? Of moet ik dat in de zijkant doen? Ik kan het ook hier namelijk in dat multiplex plaatje doen. Ik denk dat dat handiger is. Daar moet ik dan eerst mee beginnen. En ik denk dat ik dat in het midden doe van deze lengte, hier twee gaatjes, dat dit een soort stopcontactje wordt. Ga ik eens even meten hoe dik dat het is en dan ga ik een boordje zoeken. En dat boor ik gewoon even uit de hand. Ik denk dat ik een klein beetje kleiner zou mooi zijn. Even kijken. Dat is 5 mm. Als ik 4,5 neem en dan een beetje opboren, dat hij dat een beetje ruim wordt, 4,5. Dan wordt hij 4,8 en dan zit hij er strak in. Wil dat dan? Ja, zo zit hij er lekker strak in. Dat zien we zo wel. En nou moet ik natuurlijk wel de maat hebben. Ik kan gewoon een aantal gaatjes achter elkaar doen. En dan net waar ik uitkom, kan ik hem erin prikken. Dan moet ik natuurlijk die hart-op-hart maat hebben. En hoeveel is dat? Want als ik nou voorkant, is de hart-op-hart maat. Nou, dat zal er niet ver naast zitten. Dat heb ik, als ik dat zo erbij houd. Nou, dat is één ding. En als ik nou de hartmaat even, is eigenlijk een willekeurige, lijn die ik genomen heb, maar als ik hier nou begin met de eerste, zo, die druk ik even in en dan ga ik draaien en dan volg ik die lijn allemaal van die hartmaat. Andere kant uitgaan. Kijk, dan heb ik al mijn puntjes. Ik kijk even of mijn laserstraal goed uitkomt. Dat kan ik zo zien. Ik hoef niks vast te zetten. Dit zit vast. Kijk, dit gaat zo in. En dan gaan we naar de volgende. En dat is deze. Bij de eerste even proefdraaien. Ja, dat moet ik toch een beetje opboren. Maar dat doe ik straks wel. Dan vind ik dat dat gaatje nog een beetje even kijken. Ja. Oké. Daar nog even. En dan neem ik een boordje van die een halve millimeter groter is en dan boor ik alleen het begin een klein beetje in. Dan komt hij er makkelijk in en dan krijgt hij toch die stugge, te kleine maat op het eind. Dus als ik de helft van de lengte van mijn ding nog even hier met een boordje van 5 even boor. Yes. En deze. Dan, kijk, dan gaat hij er goed in en dan kan je ietsje doordrukken en dan zit hij stevig.
Die gaat dieper. Ga ik eventueel met die van 4,5 nog even naboren. Zit hier hartstikke leuk. Nou, ik doe hem in het midden. Dan kijk ik wel wat handig is. Kan me later altijd nog een keer. Nou, dan komt dit er weer op. En dan is het midden. Het is hier ergens. Dit nou zo is, dan zou hier en hier een schroefje. En de, hij komt hier ergens uit en hier ergens uit. Dus dan kan ik een beetje schatten. En ik voel met mijn vingers of die zo links en rechts een beetje goed zit. Een beetje gokken is het. Oh, dat is een sterschroef. Had ik die? Even één schroef. Dan kijk ik even. Als ik dit nou doe. Zo. Kijk. Even kijken waar die uitkomt. Want dat weet ik helemaal niet. Kijk, hij komt aan deze kant uit. Dus ik moet hem omdraaien. Want mijn gaatjes zitten hier. Maar als ik andersom begin.
is handig. Als ik nou zo begin. Waar kom ik dan uit? Nou, moeilijk. Kijk, dan heb ik een heleboel over zelfs. Dan zit hij toch weer los. Dan kom ik toch weer hier terecht. Nou, ik ga hem toch draaien dan. Even het gaatje zoeken. Zo. Nou. Nu heb ik mijn gaatje staan. Hoe ik het ook doe. Ik heb blijkbaar toch de neiging om rechtsom te gaan. Kijk. En dan doe ik hier. En dan. Als ik hem in het laatste gaatje doe. Dan zit hij vast. Kijk. En dan rolt het niet alle kanten op. Nou, zoiets wilde ik ook voor mijn cirkelzaag maken. Dat je kan natuurlijk die gaatjes overal zetten en dan kom je altijd wel goed uit. Ik heb het nou even zo gedaan, maar.